Lady live tijdens een of andere talentenjacht. Je weet niet wat je ziet. Je weet niet wat je meemaakt. Wat een vette opname. Dit was gewoon een CD-opname, dames en heren. Zoals ze dat vroeger nog zeiden tijdens Willem Duis. Ondertussen flikkert het hele decor aan het diggelen. Ik weet niet, maar er ligt hier een krokodil op de grond. Ja, sorry. Dat is mijn schuld. Had iemand dat niet even kunnen vertellen? Nee, dat is die band. Ja. Jack and the Wildside. Die hebben natuurlijk in het kader van de Wildside hebben ze een... Wat slaat dat op? Een plastic opblaaskrokodil meegenomen. Van waar die krokodil, logisch, jongens? Ja, dat is de krokodil op ons nieuwe singeltje. Want we zo live gaan spelen bij jou. Oh, oké. Okay. We kunnen ons er vast op voorbereiden, dat is duidelijk. De luisteraars en de kijkers ook. Oh ja, precies. Nou, prima. Ik zet hem even op de bank neer. Doe maar even op de bank, ja. Jezus. Nou, ze hebben een aparte nacht nu al. Ja. Er gebeuren rare dingen. En zal ik gewoon eerst even een Turn of the Bass knijter doen? En The Wild Side. En ja, die hebben inderdaad iets met een nummer genaamd Crocodile. The Little Green Bastard. En dat is nou juist de reden waarom je er overheen struikelde. Maar... er is meer dan alleen een krokodil en een band. Er is ook nog een kunstenaar. Ja, nee, maar precies. Maar dat is het dus. De zanger is de kunstenaar. En die is nu... Die gaat een schilderij... Kom even in de studio, anders. Ik weet niet, maar ik vind het een rare kwast. Ja. Nou, het komt wel goed uit de verf voor vandaag. Ja. Dat weet ik zeker. Ja, kijk daar toch eens even. Jack van The Wildside. Hey, goedenavond. Of goedemorgen. Nou, hartelijk welkom in de studio. Let niet op op de twee drankorgels, die staan hier eigenlijk ter decoratie. jij bent... jij bent Jack in The Wildside. Jij bent Jack in The Wildside. Dat is deels waar. Ben jij Jack? Ja. Jullie zijn The Wildside? Ja, dat wel. Ja, oké. We hebben een hele collectie bij ons. Jullie waren hier al een hele fucking week. Er komt toch even een Wildside binnen? Nou, er komen er dames ook. Wat heerlijk. Ja, fijn. Ja. Hallo dames, wat fijn zeg. Right on time. Pak er meteen even toeter bij. Hey, jullie hebben de hele week bij Stennis allerlei meest verschrikkelijke klote opdrachten moeten doen. Nou, de opdrachten vielen allemaal mee, alleen die vierdaagse, dat was echt killing. Ik heb ze gezien, jongen, 5 voor 7, ik zal het nooit vergeten. Ik zie een groepje mensen is te veel eer. Ik zag een verschrompeld stel zag ik voorbij komen. Zo'n kanaal viel wel mee. Ja, we zijn nog niet helemaal wakker volgens mij. Nee, dat klopt. Maar dat leg ik net uit. En toen hadden ze pas, nou wat is het, 6-7 kilometer gehad of zo. Nou, jullie hebben het wel geflikt. Respect. Ja, ze hebben wel echt heel respect, vet. Heel vet. Hé, en want jullie gaan zo meteen natuurlijk spelen, maar jij schildert ook, hè? Ja, regelmatig. En wat schilder je precies, los van deuren en schilderijen. Echt schilderijen? Ja, kunstwerken. Abstract of... Nou, het is meer inderdaad momenten uit het leven gegrepen. Figuratief, maar wel heel herkenbaar. Oké. Okay. Groot, kleurrijk. En jij gaat proberen deze nacht op jouw manier... vast te leggen? Ja, ik heb die studio eens bekeken deze week en het was toch allemaal vrij saai. Dus ik denk misschien is het leuk om een paar mooie doeken te maken en die achter te laten om jullie leven ook wat draaglijker te maken. Ja, leuk. Ik vind het leuk. Ik ben heel benieuwd wat je gaat schilderen. Ja. Ik wou nog een portretje van Giel maken. Ja. Maar ja, Giel is een beetje groot uitgevallen voor een portretje de laatste tijd. Ja. Dit is weer een portretje, joh. Maar leuk dat jullie er zijn. En straks geef maar een cue als je denkt, nou, we gaan nu een chanson spelen, dan kan dat. Ja, we zijn nog even wat soundchecken en dan gaan we zo beginnen, denk ik. Ja, doe ik allemaal. Ja. Je hebt een muffje meegenomen, ook een muffin. Ja, en we hebben... Martin was jarig en de dames hebben ons voorzien van hapjes en... Nou, dat zijn ook op de gang is een buffetje zo meteen gaan, hoor. Dus, Nou, de hapjes zien er goed uit vanavond, hoor. Ja, Giel is on the rampage. Ik zal jullie vast even waarschuwen. Dus schoon ondergoed. Oh, dames. Nou ben ik. Onvermijdelijk. Oh ja, we zaten midden in de inhoudsopgave. Nou, ik zat erin, hoor. Dat was het. Nou, straks natuurlijk de uitspraak van de week. Wat wou je zeggen? Ectoms Platenkast. Oh ja, dat hebben we. De Freak Elf. Jack in the Wildside in de studio. Live and direct. Trouwens, leuk. Zie jij de gitarist hier? Ja, ik ken hem. Dat is Mark. Nee. Hey. Mark van de Elmonds. Weet je nog? Ja. Dat is ongelooflijk. In hoeveel bands kan hij zitten? Ja, 16 bands, joh. Dat is één grote Apeldoornse massa, is dat. Daar zit hij dus af en toe in. Leuk dat je er weer bent, Mark. Vast personeel, Yellow Pearl en zeker. En Peter is ook mee, onze vaste huisfotograaf. Die man met die hoofddoek. Ja, ja, ja. En we vlak die oorbellen niet uit. Nee, dat hangt voor de kapitaal in die oren. Even kijken, wat had ik... Ik zit er helemaal in. Het nieuws met Chris van Beelen. Het weerbericht met Henk Westbroek. Henk Westbroek, die gaan we straks even bellen, die Henk. De pop. Quiz. Of ik bedoel, dat is al een tijdje geleden. Dat is al heel lang geleden, hoor. Sorry. Blom Tomberg, wil jij zeggen. Ja, die heeft heet nieuws over Barry Manilow. Wat? Ja, ik schrok er ook van. Die man schijnt zo ongelooflijk te zijn afgevallen. Hij weegt nog slechts 14 kilo. En daar zijn opnames van? Er zijn opnames van. Iets met gatenpakhuis, je hoort het straks wel. Gek. En, de sfeer. Die zit er lekker in. Die zit er in de studio lekker in, maar hoe zit dat...
buiten de studio om. Ik doe een prik, ja, hè? Oh. Hallo? Hallo? Jaha! Goedemorgen, mijn Nout. Hoe is het, jongen, hè? Ja, goed, hè, met jullie? Je zit midden in een sfeercheck. Ja. Wat zit je? In een sfeercheck zit je. Ja, oh, de sfeer is hier helemaal geweldig. Nou, ik moet zeggen, je klinkt een beetje beu, Nout. Ja. Ja, ik ben druk aan het werk nog, man. Ik ben altijd een brandend gevoel bij plassen. Is dat het? Kan je een sigaret er aan aansteken? Hé, hey, maar je bent aan het werk, neem ik aan. Ja, dat klopt. Sorry. Ja, de sfeercheck loopt altijd aan de klauwen hier. Hé, hey, nou goed dat je even belde. Ik ga even verder nog aan. Ik moet even kijken hoe de sfeer is. Hallo? Ik kom van Mars. Nee. Dit is de atmosfeer. Dit is de atmosfeer, hè? Hallo? Popje. Ja, lekker wijf. Ja, lekker wijf. Porno. hoe is het met de pindakaas? Nou, helaas, met mijn pindakaas is prima hoor. Ik weet niet met jouw pindakaas. Ja. Of weet jouw moeder niet meer wanneer je voor het eerst een boterham met pindakaas hebt gegeten? Hé, hey, wacht eens even. Ben jij die man die dat nummer ooit aanvroeg? Dat was ik verleden week, ja. Maar mag ik even zeggen dat er deze week een onderzoek was waaruit bleek dat pindakaas allesbehalve gezond is? Ja, dat heb ik ook gelezen, ja. Dat is echt wel opvallend. Dat is opvallende gebeurtenis. Pindakaas kan astma bevorderen. Kinderen van vrouwen die tijdens hun zwangerschap dagelijks noten of producten van noten als pindakaas eten, hebben 1 tot meer dan 50% grotere kans op astma dan kinderen wier moeder zich in de 9 maanden voor hun geboorte zelden of nooit eraan te goed deed. Zo. Ja. Nou, echt waar? Geen ook van genoten. De servicebrief staat op de teletext van de AVRO, geloof ik, of zo, wat Giel allemaal voorleest. Ja. Ja. Jongen, jongen. Hé, hey Gerard, weet je niet wat we daar verleden week over hadden? Ja, dat weet ik nog, maar wanneer was het ook alweer? Want ik was dronken. Oh, was je dronken? Nee, ik probeer even in een straaltje van Giel te praten. Ja, dat die guy is hier, ja. Ja, je weet ook niet eens met wie je spreekt, want ik heb mijn tune even niet bij me. Nee, oh, ben je... Oh, nee joh, Taxi Tom! Nou, ik heb een stemgeluid wel, hoor. Ja, stomme, hè, wat stomme. Tom, jongen, hoe is het? Ja, goed, jongen. Wat is er met je tune aan de hand, dan? Ja, ik zit even in de jukebox te zoeken, maar ik kan hem even niet vinden. Nou, dat is bad luck, hè. Het loopt ook niet, hè. Ik wil rijden in de taxi met een jukebox erin. Dan ik, dames en heren, de tune van Taxi Tom. Harold Melvin en de Blue Notes. Oh, ik kreeg die noten wel even dan. Ja, dat was eigenlijk heel slecht voor je, Blue Notes. Ja. Maar deze man heeft genoeg noten op zijn zang, hoor. Maak je geen zorgen. Nou, die zitten misschien in de pindakaas. Ze zijn een beetje aan de lagere wal geraakt, de noten. Zogenaamde walnoten. Nou, oké, genoeg. Dat is over de tune. En nog dronken mensen in de taxi gehad? Nee, het was wel vrij rustig, dus het viel alles mee. Het leek wel ze allemaal ook gebarbecued hadden vanavond. Ja, daar was het wel weer voor. Ja, jongen, het was heerlijk weer. Och, we stonden wel lekker in die regen. Hé, hey, wat ik zo raar vind, de hele band zit hier, maar ondertussen hoor ik dus een andere band soundchecken. Hoe kan dat nou? Het is knap, hè? Ja, dat is een automatisch uitbesteed aan de drummer, hè? Jezus. Weet de drummer wel dat hij nog lang niet nodig is? Dat hij gewoon... Die zit echt helemaal in zijn eigen trip. Ja, dat is Joost die is aan het warm slaan. Wil je dat maar tot de orde roepen? Is aan het warm slaan? Doet hij dat thuis ook? Dat is gewoon, hij zit helemaal alleen, zit hij te rammen op zijn drumstel. Zo gaat het meestal ook met de oefenavond. Hij begint vast en wij komen later tijdens het bier. En daar is ooit een drummer aan overleden, hè? Gewoon, je hebt ze gewoon een half jaar laten zitten. Oh ja, ik hoor al wanneer je klaar bent. Nooit meer wat van gehoord. Nooit meer wat van gehoord, ja, Tom. God, een vaste personeel aan de telefoon, dat is duidelijk. Hé, hey, Marton, leuk dat je er bent. En ik moet een plaat rijden, mijn regisseur zwaait. Ja, ik zag het. Ik denk, wie zwaait daar, want het wordt ja, de regisseur. Hey, wat moet je? Huh? Ja, wat is er? Ja? Regisseur, ja. Moet ik een plaat draaien? Oké. Okay. Ja, John, maar ik moet een plaat draaien. Wacht even, want die herrie staat zo hard dat ik hoor jou heel vaag er tussendoor. Ja, dat is die drummer is dat. Nee, ja. Hey Ton, ga je wat leuks doen dit weekend? Ja, ik doe altijd leuke dingen in het weekend, dus... Even over nadenken. Iets met porno. Keiharde porno. Oké. Hey, ik spreek je volgende week, hè? Ja, misschien niet. Oké. Okay. Als ik het doorkom. Is goed, jongen. Oké, dan. En bye-bye. Ja, bye-bye. Ton, we voelen ons een beetje geïntimideerd met al die bandleden in de studio. Mogen we even ons momentje hebben? We willen even ons momentje hebben. We gaan even een frikandel speciaal tevoorschijn halen.